Een flat op de Kop van Zuid in Rotterdam, waar veel studenten wonen, is in de nacht van zaterdag op zondag ontruimd. Dat gebeurde na een brand in een laagspanningskast naast het complex. Door de rookontwikkeling was de stroom uitgevallen. Brand in het elektriciteitshuisje bij de flat aan de Wilhelmina Pier op de Kop van Zuid in Rotterdam begint zaterdagavond kort na 7 uur. Er komt veel rook vrij en uiteindelijk moet één persoon behandeld worden voor het inademen van de rook. Door de brand zit de flat waar voornamelijk jongeren en studenten wonen zonder stroom. De brandweer heeft het vuur snel onder controle, maar de bewoners van de flat moeten toch hun huis uit. In eerste instantie hebben we 30 woningen ontruimd omdat zij last hadden van de rook. En later hebben we alle woningen, 260 woningen in totaal, ontruimd omdat zij geen licht hadden en ook geen noodverlichting was. Dus dat is gevaarlijk en dat willen we niet, dat mensen dan 's nachts in die woning blijven. Er zal maar wat gebeuren. Dus om die reden hebben we alle 260 woningen laag voor laag naar beneden afgelopen en hebben we de mensen uit de woningen gehaald. Goedendag, politie. Als eerste viel het internet uit. Dat was het eerste. En toen de tv. En toen gingen de lichten op de gang uit. En de noodverlichting deed het ook al niet. Dus allemaal niet. Je stapt de gang in. Er zijn verder geen ramen. En je stapt in een donkere ruimte met rook. Dus niet helemaal ideaal. Het is wel naar eigenlijk. Je wilt er ook in je eigen huis in en zo. Er zijn ook mensen met huisdieren. En die worden ook ondergebracht. Het wordt wel allemaal geregeld. Dus wat dat betreft, alles is onder controle. Voor de bewoners is opvang geregeld in een hotel. Maar een aantal van hen besluit toch om de nacht door te brengen bij familie of vrienden. Heb je te horen gekregen wanneer je je huis weer in kunt? Dat hebben we net even gevraagd, maar ze schatten het veilig op woensdag. Ik heb gehoord dat het een week gaat duren voordat alles weer, voor alle elektriciteit en zo er weer is. Dus ja. Nadat het hele pand doorzocht is of iedereen eruit is, mogen de bewoners onder begeleiding nog snel even wat spullen pakken uit hun woningen. Wat ben je nou allemaal aan het meenemen, joh? Ja, ik zit midden in mijn tentamens, joh, dus ik moet mijn studieboeken allemaal meenemen, want het leren gaat gewoon door. Als iedereen zijn spullen heeft gepakt, moeten de bewoners het pand uit en wordt het complex afgesloten. En op de redactie staat onze verslaggever Jan Roelof Visser. Jan Roelof, is nou al bekend wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woning? Nou, dat kunnen ze nu nog niet, want simpel is er nog steeds geen elektriciteit. Kijk, het pand heeft wel een noodstroomvoorziening. Dat werkt allemaal met een accu. Vestia zegt dat is ook gisteravond in werking gegaan. Alleen ja, lange tijd geen spanning, dan gaat die accu ook een keer leeg raken. Dat is gebeurd. De schade aan de elektriciteitsinstallatie is groot door die brand. En die zijn ze nu nog steeds aan het herstellen. We zijn eigenlijk vanaf het moment dat de melding binnen is gekomen, zijn we al in het pand aan de gang geweest. De elektricien die heeft de hele nacht doorgewerkt. Op dit moment kan die in ieder geval een voorziening treffen, waardoor er weer elektriciteit geregeld is in de algemene gangen. En de verwarming weer kan werken. Dat weten we hopelijk binnen 2 uurtjes of dat afdoende is. En dan kan het pand ook weer vrijgegeven worden voor bewoners. Nou, net voor deze uitzending is het bericht binnengekomen dat de bewoners morgenochtend pas na 9 weer terug kunnen keren. In een deel van de pand is al wel weer elektriciteit, in een ander deel niet. En ze willen ook eerst dat die accu van die noodstroomvoorziening weer opgeladen is, voordat er mensen weer terugkeren naar hun woningen. En is nu al bekend hoe die brand is ontstaan? Nee, dat onderzoek loopt nog steeds. Ze zijn gisteren gelijk nadat het vuur gedoofd was begonnen om te kijken, ja, hoe is dit ontstaan? Maar ik zei het al, dat onderzoek dat loopt nog eventjes. Jan Roelof Visser, dankjewel. Een Chinees afhaalrestaurant aan de Schere in Rotterdam-Zuid is in de korte tijd 2 maal overvallen. Vrijdagavond kwamen de overvallers voor de eerste keer en 24 uur later was het opnieuw raak. 5 of 6 jonge mannen kwamen zaterdagavond rond 6 uur de zaak binnen en bedreigden de medewerkster met een mes. De overvallers gingen er met de kassalade vandoor. 2 overvallen binnen 24 uur en van beide zijn camerabeelden ooggetuigen. Toch zijn de overvallers van dit afvalrestaurant aan de Schere in Rotterdam-Zuid nog niet opgepakt. Het Zuiderpark is omsingeld geweest. We hebben met warmtecamera's, met politiehonden en met de helikopter gezocht naar de mogelijke daders. We hebben daarnaast sporen veiliggesteld en camerabeelden veiliggesteld. En tegelijkertijd hebben we nu inmiddels ook gesproken met getuigen. Het afvalrestaurant is sinds 1 januari in handen van een nieuwe eigenaar, die op geen enkele manier wil reageren. Nee. De oud-eigenaar werd vorig jaar voor de deur beroofd van de dagopbrengst. De buurt vindt de overvallen reeks een grof schandaal. Ik dacht, nee, niet alweer. Dat is best wel eng als het aan de overkant van je huis gebeurt natuurlijk. Heel erg. Zo dicht bij huis ook nog.
Voor als je kinderen hebt en zo, weet je, het is bizar. Ja, geld hè. Echt geld gewoon. Het is 2012 hè, niet vergeten. Ondanks de diverse aanknopingspunten is de politie zeer geïnteresseerd in meer informatie vanuit het publiek. Ja, wij hopen dat mensen die iets hebben gezien op vrijdagavond rond 10 uur of zaterdagavond rond 6 uur en nog niet hebben gesproken met de politie, maar wel informatie hebben die belang zijn voor het onderzoek, contact op willen nemen met de politie op 0900 8844 en dat kan ook anoniem op 0800 7000. Buren duimen voor het snel oppakken van de daders. Het is eigenlijk best wel heel rustig hier zo, wat ik tot nu toe meegemaakt heb. En iedereen gaat daar gewoon eigenlijk lekker zitten en wat eten en drinken. Met deze tijd, zeg je, het is toch, ja, het is een makkelijk prooi, lijkt mij. Feyenoord ging vanmiddag in Venlo onderuit tegen VVV. Het werd 2-1. In Venlo staat verslaggever Ruud van Os. Feyenoord is slecht begonnen na de winterstop. Ja, iets anders kan je er niet van maken, hè? Als je met 2-1 verliest bij de nummer laatst van de Eredivisie. En het begon nog wel aardig fijner met het doelpunt van Bruno Martens Indy. Maar daarna doelpunten van Linssen namens VVV en namens Vorstemans namens VVV voor de pauze al. Een 2-1 achterstand en na de rust was Feyenoord helaas niet bij machten om die achterstand om te buigen. Hoge pieken, diepe dalen, dat is het seizoen van Feyenoord dit jaar helaas. En daar is aan het begin van de tweede seizoen zelf helaas geen verandering in gekomen. Ja, dat kun je wel zeggen. Is de afwezigheid van spelers als Guidetti en El Amadi dan een te grote aderlating? Ja, absoluut. John Guidetti, de man in vorm, maakte 11 doelpunten. Feyenoord speelde vandaag met Anas Atjebar in de spits. Jonge jongen, wat kan je hem kwalijk nemen? Is nog een A-junior, die is nog lang niet zo goed als Guidetti. Ja, en de controleur op het middenveld, dat is Karim El Amadi. Die is met Marokko in voorbereiding op de Afrika Cup. Die waren er niet bij. Dat is een schild of slok op een borrel. Maar dan nog, ondanks de afwezigheid van die twee spelers, moet je gewoon punten kunnen pakken bij de nummer laatst. Maar dat is helaas niet gelukt. Ja, het was in ieder geval een slechte generale repetitie voor de komende wedstrijd tegen Ajax, hè? Ja, en daarom baalt Ronald Koeman ook zo nadrukkelijk. Die heeft harde woorden gesproken na afloop in de kleedkamer. Vindt dit gewoon niet acceptabel. De spelers zullen echt volgende week veel beter uit de kleedkamer moeten komen. Ja, wat hoopvol is dit seizoen is dat Feyenoord tegen mindere ploegen dan wat minder presteert. Maar tegen goede ploegen goed presteert. Dus volgende week in de Kuip tegen Ajax is natuurlijk wat dat betreft van alles mogelijk. Laten we hopen dat de Rotterdammers dan wel de punten weten te pakken. Zo is het. Ruud van Os, dankjewel. Hoe zeg je koekwous of knoepert met turbosaus in doventaal? De gebarentolken die de schone taak op zich hebben genomen om te tolken bij New Kids Nitro hebben er een hele kluif aan gehad. Paul van der Helm, begeleider van de dove Jona Eekhout uit Rotterdam, wilde dat ook Jona van de film over de Brabantse ASO's uit Maaskantje kon genieten. Aanstaande vrijdag gaan gebarentolken de complete film live vertalen voor een doof publiek. En wij kregen alvast een voorproefje. Recht is Max, vuile kutvries. Met alleen ondertiteling kom je er niet bij een film zoals New Kids Nitro. Daarom vroeg begeleider Paul van der Helm hulp aan gebarentolken, zodat ook mensen die doof zijn niets van de film hoeven te missen. De ondertiteling vertelt niet alles. En dan zou je denken, ja, maar dan kijk je toch naar het beeld. Als je naar het beeld kijkt, krijg je ook niet alle geluiden mee. Dus als je een beeldopname hebt, maar er wordt ondertussen nog wel een andere scheldwoorden of iets anders leuks verteld, want die film natuurlijk niet alleen scheldwoorden, 80% wel, maar geen idee. Dan missen zij dat ook. Door ondersteuning van Janneke en Amy wordt heel het plaatje echt verteld. Jona kan het initiatief van zijn begeleider wel waarderen. Ze zijn tenslotte allebei New Kids fan. Hij zei altijd bam jongen en al die kreten koekhuis en dat soort dingen, die kwamen allemaal voorbij. Het waren gewoon die grappige woorden. En, ja, dat kwam dan uit Brabant en daar is het allemaal mee begonnen. En ik ben in Brabant geboren, dus daarom was het ook grappig. Als wij winnen, kom ik er nooit meer een maatkantje, jongens. Nooit meer! Jullie gaan eraf, allemaal! Ja! Als ik het zo zit te kijken, denk ik, het is bijna acteren wat je aan het doen bent. Ja, het is één groot toneelspel. Je bent daar echt niet jezelf. Want ja, Janneke van Dijk zou zelf niet zoveel vloeken en met dat soort woorden schelden. Ik kende het eigenlijk alleen maar van mijn vriend. En om eerlijk te zijn, werd ik daar een beetje gek van. En ik had ook nooit gedacht dat ik het echt
echt leuk zou gaan vinden. Maar je groeit erin en je krijgt er energie van. En je wordt er gewoon, ja, je gaat erin mee eigenlijk. Ja, je kunt je helemaal uitleven. Ja, inderdaad. Je kunt jezelf er helemaal in kwijt. En je, ja, je kunt je gewoon helemaal laten gaan. Maar hoe beeld je dat uit? Een woord als koekwous? Het betekent eigenlijk hartstikke geschift zijn. Dus heel gek, ja, gewoon gek zijn in je hoofd. Maar dit doen, gek, is dat nou leuk genoeg? Dus we hebben het een beetje samen met andere doven groter gemaakt. Dus dan wordt het gek, helemaal gek. Ja. En dan, niet te vergeten, de titelsong van de film, gezongen door niemand minder dan Corrie Konings. Dus het is hoeren, neuken, nooit meer werken. En dan natuurlijk wat groter, omdat ja, ze is aan het zingen, Corrie Konings. Dus dan moet je ook echt hoeren, neuken, nooit meer werken. Maar wel netjes in je rol blijven, want Corrie Konings blijft natuurlijk een nette dame. Dus als je dan heel zo gaat doen, dan zou ze nooit zelf doen. Dus, met respect voor Corrie. Precies. Precies, ja. Nou, aanstaande vrijdag is er een speciale vertoning van New Kids Nitro met gebarentolken. Kaarten via de website van Pathé de Kuip voor iedereen van 16 jaar en ouder. Dat wel. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u verder nog een hele mooie dag toe. Dag.